The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Harry van Heuvel, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Onverwachts door de kampioen. Ja, ik kon net zeggen, de mensen die liepen al naar huis, net na het laatste fluitsignaal. Maar die missen nou een groot feest, hè? Ja, dat komt volgende week dan. Want kijk, dit is, zo hebben we het eigenlijk twee jaar terug gegaan. Ja. Toen zijn we zonder spelen kampioen. We hebben bij DHV nog gedaan. Dus ja. Net omdat we daar kampioen weer. Kijk, en nou komt het goed uit dat we dus toch nog kampioen zijn geworden en zeker omdat dus een paar spelers van Feyenoord die gaan volgende week zouden met Feyenoord meedoen, maar die kunnen dan kampioen worden als ze winnen. Ja. Dus dan hebben ze ons weer geholpen en dan kunnen ze Feyenoord weer. En dan kunnen ze hun eigen team ook nog kampioen maken. Dus dat zou helemaal geweldig zijn. Ik ben benieuwd, zeg, had jij het verwacht in de rust toen het 1-1 stond? Ja, we hebben toen eigenlijk twee omzettingen gedaan, want ja. Kopmels die had zijn laatste waarschuwing gehad, nog één keer en dan komt je eraf. Ja. Dus je hebt gewist dat Keo die of die ziek was of hij had last van. Die zat niet goed in de wedstrijd. Dus ja, en dan de omzettingen dus met twee spitsen, dan vier man op middenveld. Een man meer en we speelden iets korter op elkaar. Maar toen liep het wel ineens. En toen liep het dus ineens wel. Dus en, toen kreeg Bas meer balbezit en Dennis dan ingeschoven naar het middenveld. En dan Bas Broeders dan achterop die twee centrale spitsen eigenlijk. Toen hebben jullie volgens meer uit de wedstrijd gehad ook. Ja, toen wel. En dan Ruud van den Brink, ja. Het was voor de wedstrijd dan ziek. Ja, ik hoorde het. Maar ja, dan denk ik van, hij heeft gegeten en een pilletje op en nou ja, dan denk ik van, test je eigen uit. Dan heeft hij dus te weinig gedaan en als je dan twee keer een diepe rush maakt, ja, dan komen wij tegen natuurlijk. En ja, dan, zeker weten. Kijk, en dan kon gelukkig best wel meedoen en die jongen eigenlijk een heel jaar erin en eruit, ja, eigenlijk meer als invaller. Ja, 17 jaar, dus een mooi jaar voor hem, die is geen kampioen. Sommige jongens aan, jonge gasten. Ja. Maar je hebt het dit seizoen aan het einde van het seizoen een beetje uit je handen zien glippen, hè? Laten we eerlijk zijn. Ja, dat ook met de blessures, de belangrijke zeker spelers. Weten, schorsingen. Maar was je nou bang voor een slechte afloop, als je heel eerlijk bent? Nou, het scenario had ik wel in mijn gedachten, ja. Ja? Ja. Ja. Kijk, het onverwachte is eigenlijk het mooiste. Ja, ja zeker. Want jullie hadden eigenlijk verwacht dat jullie volgende week in Zeeland, bij Krabbendijken, nog een hele lastige kluif zouden krijgen. Ja, in Krabbendijken moet ik geen punten halen om veilig te zijn. Inderdaad. Dus dan was het echt zwaar geworden. Dan was het ontiegelijk zwaar geworden. Ja, dan kun je het op het akkoord gooien. Van jongens, we kunnen 1-1 of 0-0. Ja. En dan liggen het aan jullie of we hier veel zuipen. Ja of nee? Ja, juist. Voor de kantine op. Ja, het is een beetje luidruchtig op de achtergrond. De mensen zijn goed aan het feesten, maar dat is ook logisch en verdiend. Als je dit seizoen zou kunnen samenvatten in twee volzinnen. Nou, ik heb dus toen ik 3 jaar terug hier begon, had ik gezegd van we hebben nu een stap terug gedaan. Ja. We gaan er 2 vooruit maken. Nou, de eerste hebben we 2 jaar terug gedaan, de tweede hebben we dus nu gedaan. Ja. En het is uitgekomen wat er eigenlijk in zit. Ik had wel verwacht eigenlijk dat we kampioen zouden worden, gezien het spelersmateriaal. Ja. En gezien het onderlinge concurrentie van de Zeeuwen, dan heb je dan de mazzel bij dat je dus als buitenstaander in die derde klas zit. Ja. 4 keer dat toch, je moet elke keer wel net weg, maar ja, gezien het spelersmateriaal en de automatismes die erin zaten. Mm-hmm. Ja, en dan vallen er 3 belangrijke spelers weg toen we 3 loeken krijgen. En dan Remco en Patrick van der Pluim die mis je eigenlijk de laatste. Het allerbelangrijkste, dus ja. Die mist daar samen veel punten. Het openen en dan kon de rest er eigenlijk aan optrekken. Ja. Kijk, en ik heb het 3 tegen Noah toen heb ik ook gezegd van alles zit mee, maar hoe weet je als het tegen gaat zitten? 3 jaar onafgebroken winnen. Ja. En weinig tegenstand. Ja. Zo verbeterd. Nou, nu en toen begon het te kriegelen. Dus 3 gele kaarten, 3 tegen 0 op de finale missen. Juist. Net in de last moet gelijk maken. En toen sloeg de paniek toch wel een beetje toe, hè? Dat niet toe, want Remco uitvallen, Patrick van der Pluim uitvallen. Ja. Ja, dan. Tommy
Klaassen ook nog eens. Ja, klopt. En dan Mike Gastel. Klopt. Maar denk je dat je met deze ervaring die je nu hebt opgedaan, al die blessureschorsingen, denk je dat jullie klaar zijn voor de tweede klasse, Harry? Ja, het is hopen dat er één of twee spelers bij komen. Zeker eigenlijk een linkspoot. Ja, op welke positie zit je dan? Ja, ook links voorin en linksback, bij wijze van spreken. Een linksback en links voorin, bij wijze van spreken. Ja, bij wijze van spreken. Dus, ja, en ook eventueel een goede spits, dus dat kan altijd. Want, en is dan het voordeel voor jullie dat jullie redelijk onbekend zijn in die tweede klasse? Misschien het eerste jaar wel. Ja. Maar het tweede jaar, dat wordt tweede automatisch jaar is meestal moeilijk. Het moeilijkste natuurlijk, want dan heb je kans dat je terugval krijgt. Ja. Ik ben ook benieuwd of volgend jaar Klundert, ja. Want die hebben daar eigenlijk maar één speler bij. Klopt, klopt. Heel hetzelfde. En die komen jullie weer tegen, hè, Klundert? Dan komen jullie weer tegen, dat is waar. Dus ik heb het wel mooie, misschien in Tonos nog. Dus kunnen nog een paar mooie derbies worden. Ik ben benieuwd, dus, ik ben benieuwd. Harry, is dit het mooiste seizoen voor jou, wat je hebt meegemaakt als trainer? Het meest interessante seizoen met alle tegenslagen en pieken? Of ja, dat niet? Ik heb er een paar meegemaakt, ook bij Almkerk en ook bij Sleewijk. Ja. Kijk, als je de kampioenswedstrijd bij Roda Boys tegen Wel. Ja. En je staat op een tier van het einde met 3-0 voor. Ja. En je speelt nog 3-3 gelijk. En dan komt er nog een verlenging overheen. Ja. Dat de spelers in huilend op het veld lagen en dat bleef 3-3. Ja. De week erop weer hetzelfde scenario. Nou, die wonnen we dan met 1-0. Ja, dat is voor spanning en dingen is dat eigenlijk het ultieme. Ja, ja, nee, oké, dat kan. Maar dit benadert ook wel het gunnersgevoel, ja. En het wijgevoel, ja. Wat we dus hebben. Ja. Zeker omdat we allemaal gunnersjongens zijn. Ja, ja, dat is zeker mooi. Ja. Dus, en allemaal hier uit de wijk. En, ja, mooier kan het niet. Nee, het wordt zeker een feest hier. Hey, ik heb nog even een slotvraag voor je. Is trainer zijn nou slecht voor je hart, Harry? Nou, voor mij niet. Okay. ik kan het dus gewoon van me afzetten. Want ja. Als je weet dat je er alles aan gedaan hebt. Ja, je kan ook zoveel druk op jezelf gooien. Mm. Of coachen om weer die gasten gerust te stellen. Maar ja, zij moet dat doen. Ik heb het vroeger gedaan. Ja, maar als ik het zo hoor, dan kun jij gewoon niet zonder, hè? Nee, dat is zeker nog niet. Nog niet? Of die jaar 4 doorgaan. Ja, oké. Okay. Dat is goed, Harry. Dus, dat moet lukken. Hey, hartstikke bedankt voor je reactie. Ja. We laten de medaille nog even zien. Ja, dat is goed, joh. Kijk hier, de officiële KNVB-medaille net uitgereikt. Harry, ga genieten van het feest en we zien jullie snel weer. Ja, oké. Okay. Dankjewel, hè. Bedankt. Yo.